Welkom bij een nieuwe vlog. Ik wilde echt de intro doen voordat ik ging beginnen aan deze dag. Maar het lukte helaas niet meer. Dus we doen het zo. Ik heb een hele fijne shootdag achter de rug met Maaike. We zijn trouwens in Den Haag in de Collector Hotel. En we hebben vandaag echt een top shootdag gehad. Ik ben nu klaar. Maaike is weg. En ik heb nog gewoon eigenlijk nog een overnachting hier. Dus wat ik ga doen, is ik ga nu lekker relaxen. Ik heb eten besteld, wat ik zo meteen wel op moet halen. Maar ik ga lekker relaxen, mijn make-up hier eraf halen. Ah, er komt zo'n dikke puist hier. Het bad loopt vol. En ik ga even een zenmomentje voor mezelf nemen. Even relaxen en dan lekker eten. Ik ben hier 1 keer eerder geweest. En het is echt zo'n mooie... Dit is niet eens een kamer, dit is gewoon een suite eigenlijk. En ik kan het jullie echt aanraden. Superleuk. Vorige keer hebben we hier een girls night gedaan met Yusra en met Angela. En Sadia. Het was fucking gezellig. Volgens mij heb ik het toen wel gevlogd trouwens. Jawel, want jullie hebben het wel eerder gezien. En gewoon superleuk. Dus ik ga nu even mijn make-up eraf halen. Zodat ik niet met allemaal in dat badwater hoef te chillen daarmee. En gewoon even een lekker moment voor mezelf. Excited. Ik ben wel een persoon, ik kan niet te lang in bad zitten of zo. Dan word ik onrustig. Dus ik heb nu even mijn telefoon gepakt. Zo even een podcast opzetten. En gewoon lekker chillen. Even een zen moment. Ik ben benieuwd naar het eten trouwens ook. Want het is een restaurant hier waar ik echt al heel lang naartoe wil. En elke keer ging het niet of was het te ver. De laatste keer dat ik probeerde te gaan eten, toen was de wachttijd 1 uur of zo, of 1,5 uur. Ja, in a time for that. Dus ik heb dat nu eindelijk kunnen bestellen. 7 uur ophalen. En ik ben benieuwd of het de hype waard is. Het is Caribbean eten en ik ben hella kritisch op Caribisch eten. Want ja, ik ben natuurlijk gewoon het eten van Costa Rica gewend. En dat Caribische eten is next fucking level. Dus ja, aan de ene kant kan ik niet verwachten dat het tipt eraan. Aan de andere kant heb ik wel hoge verwachtingen. So we'll see. Ik laat het jullie straks weten. Ik ga lekker in mijn bad. I'm gonna enjoy the me time. Hallo babes. Ik ben zo moe. I can't. Ik ben echt kapot. Afgelopen week heb ik echt heel veel van mij gevergd. Shoot was gisteren super leuk, maar oh, ik voel hem nu. Ik heb nu een evenement of persconferentie. En vanavond nog een evenement, maar dan ben ik echt even cool. Ik heb even voor de komende dagen niet echt intensieve dingen meer gepland. Maar wow, ik weet niet, ik voel vandaag in 1 keer het gewicht van alles van de afgelopen 2 weken, denk ik. Ik ben kapot. Ik ben onderweg naar Amsterdam, naar een evenement. Het is eigenlijk gewoon een persconferentie van Yves Saint Laurent. In samenwerking met de Blijfgroep. Zo heet het, Blijfgroep. En het gaat over huiselijk geweld. Het is een onderwerp die ik zelf heel erg belangrijk vind. Sowieso vind ik het een heel belangrijk onderwerp. Maar omdat ik, ja, helaas heeft mijn familiegezin daar ook mee te maken gehad. En dus vind ik het wel heel belangrijk om daar awareness over te creëren. Omdat ik gewoon weet wat voor impact het heeft. En ja, wat dat doet met een vrouw of man. Die natuurlijk ook gewoon een slachtoffer kunnen zijn. En een heel gezin. Trauma wat daarbij komt kijken. Ook voor de kinderen. Dus ik vind dat echt wel heel belangrijk om daar awareness over te creëren. Dus ik ga daar nu naartoe. En dan ga ik daar stories over doen. En met jullie delen wat ik heb geleerd. Ik moet jullie wel eerlijk zeggen, ik heb gelijk ja gezegd toen ze me vroegen. Maar ik merk dat ik het spannend vind. Ik weet niet of omdat ik het triggerend vind of I don't know. Ik hoop gewoon niet dat ik daarna triggered ben. Maar ja, we'll see. Het is voor het goed doel. En vandaag 2 leuke dingen. Ik heb straks een evenement van Malieu. Die komen met een soort van movie.
Dus we gaan naar een bioscoop en dan gaan we daar die film bekijken. En een andere, de beste film van het jaar, komt vandaag uit. En ik mag het eindelijk zeggen. Ik mag het gewoon eindelijk zeggen. Ik krijg ook gewoon tranen in mijn ogen nu gelijk. We waren vorige week natuurlijk voor Widia en voor Felix gingen we een filmproject opnemen. En ik kon nog niet zeggen wat het was. Oh mijn mens. Your girl is going to be an auntie. Want Widia en Felix verwachten een baby. So I'm fucking excited. Dus dat programma, of tenminste dat hele film gebeurde vorige week, was dus voor de aankondiging van de zwangerschap. En ik ben heel blij dat ik daar mee heb mogen helpen. Het is fucking mooi geworden. Ik heb de video gezien en eigenlijk zou ik vandaag naar Widia toe gaan om samen, zeg maar, dat ik erbij zou zijn bij hun als ze het bekend zouden maken. Maar ja, Felix is niet helemaal lekker. Dus dat laten we even achterwege, to be sure, om veilig te zijn. Maar de video heb ik al gezien. Natuurlijk was ik erbij, maar gewoon met hele projecten zien. En Felix heeft de muziek gemaakt. Het is gewoon zo mooi en zo persoonlijk. En ik ben gewoon zo fucking blij voor ze. Ik mag het eindelijk zeggen. De afgelopen tijd zijn we zo paranoïde geweest. Van, oh, we mogen niet te hard praten erover op straat. En we waren in Marbella samen. Nou, ik kon haar al niet echt meer filmen in bikini. Want toen had ze al een mini buikje. En ze heeft gewoon echt de platste buik ever. Dus dat zie je gelijk. Oh, als jullie de video zien, please watch it. Ja, nu, als deze vlog online staat, kunnen jullie checken op Widia's YouTube kanaal en Insta. Maar het is echt fucking mooi geworden. Het is echt next level beautiful. Hallo, hallo. Ik kom net van het evenement vandaan, de persconferentie. Ik heb even een salami panini. Ik ben echt moe. Wauw. Ik kom net van de persconferentie met YSL. En ik had al een beetje zo'n gevoel dat het triggerend zou zijn. En dat was het ook wel. Het was wel heel mooi. Ik vind het echt heel mooi dat zo'n merk bezig is met dit soort zaken. En zich inzet ervoor. Het is een non-profit organisatie. Ze verdienen er niks aan. Ze gaan met de organisatie en YSL gaan ze universiteiten, geloof ik, langs. Met een programma, een workshop, dacht ik. Om preventief mensen te informeren over huiselijk geweld. Huiselijk geweld is niet altijd fysiek. Het kan ook gaslighten zijn, manipuleren, emotionele, psychische mishandeling. Dus ik vond het heel mooi om erbij te zijn. Een boekje gekregen. Even kijken. Ja, ze gaan een workshop tour dus doen. Interne training van de Yves Saint Laurent Beauty Teams. Er waren dames die hun eigen verhaal gingen vertellen. Vond ik heel indrukwekkend. En de blijfgroep is dit, wil ik wel even vermelden. Blijfgroep, het telefoonnummer is 088-234-2450. En als je direct in gevaar bent, gewoon 112. Ze zijn er voor je als je huiselijk geweld meemaakt. En je moet een plek hebben om naartoe te gaan, maar ook voor advies. Je hoeft niet per se actie te ondernemen. Zij hoeven dat ook niet per se te doen. Gewoon voor advies kan je daar ook terecht. Dus ik hoop met echt heel mijn hart dat niemand die deze video ziet ermee te maken heeft, maar if you do, je hebt degelijk wel controle. Even though you don't feel that way, je hebt controle en je hebt degelijk de macht en de kracht. You do. Je bent ook niet zwak als je meerdere kleren terug bent gegaan. No judgment, maar zoek wel hulp, please. Ik ga nu terug naar Rotterdam. Ik heb een heel irritant trekje. Ik kan nooit het laatste hapje van mijn eten opeten. Never. Terug naar Rotterdam. Even wat dingen van werk doen. En vanavond het evenement van Manlieu. Oh my god, I'm tired. Dat heb ik, oh nee, is een krasje op dat ding. Happy new day.
Ik had een soort van vrije dag. Kijk, ik had een vrije dag. Eigenlijk hoef je niks te doen, soort van. Maar toen dacht ik, yes, you do. Want ik heb altijd dingen te doen. Het is altijd druk. So, dit. Maar goed, het is niet evenementen. Ik hoef niet per se om een bepaalde tijd ergens te zijn. Toch geeft het een bepaalde pressure. Het is toch anders of zo. Ik doe vandaag lekker alles op mijn eigen gemak. Wat ik ga doen, ik ga even mijn analoogcamera wegbrengen. Want het knopje daar bovenop is een beetje stuk. Ik ga wat kleding terugbrengen in de stad. Even wat ophalen. Daarna kom ik naar huis. PR uitpakken. Aan mijn project verder werken. Opruimen. It's a lot. Ik ben blij. Het voelt wel als weekend of zo. Kijk, alle andere dagen is natuurlijk superleuk. Alle evenementen en zo. En ik denk dat mensen die influencers horen klagen over, oh my god, ik ben zo moe naar al die evenementen, denken van ja, I wish dat dat mijn werk was. Maar je moet je ook bedenken, het kost heel veel energie elke keer de evenementen. En ja, ik ben gewoon even blij dat het nu heel eventjes rustig is. En dat ik nu heel even gewoon kalm aan kan doen op mijn eigen planning. Een beetje aandacht besteden aan mijn eigen dingetjes hier thuis die nog aandacht nodig hebben. Dus ja. Ik heb mijn haar vast gedaan. Niemand heeft zin in een los haar vandaag. Ik heb zo'n spray gekocht voor de kruidvat trouwens. Voor de auto. Het is eigenlijk gewoon voor thuis. Maar ik dacht, ik wil dat mijn auto lekker ruikt. Dus ik heb een geurtje gekozen die niet te homey is. Ook niet te autogeurachtig. Dit ruikt echt lekker. Dat is de Orange Blossom en Vanilla Homespray. Dat was 3 euro. Ja, met die banaan. Jongens, hoe is dit mijn werk? Dit is echt bizar. Ik heb zoveel spullen. Ik moet het allemaal nog een plek gaan geven. Maar eerst al het karton wegbrengen. Ik denk dat ik 3 keer moet lopen. Oké, dus... Fuck it, guys. Ik ga stuk. Nou, Teresa en ik zouden al lang wat gaan doen. Nou, we zouden volgende week Coco afmaken. Ja. En ik zal deze week dus echt een moodboard in elkaar zetten. En weet je, helemaal uitwerken. Ik zal misschien nog dingen bestellen en zo. Vanmiddag, yo, kan je vanavond? Dus ik dacht, bro, ik heb niks in mijn hoofd. Ik kreeg story. Ik dacht, ik heb niks voorbereid. Wat ga ik doen? Ik ben nog helemaal niet in emotion. En toen, but here we are. Here we are. Ik heb kip meegenomen, mijn favorite chicken. En nu gaan we eten en dan gaan we beginnen. Ik had gewoon een look gezien en ik vond hem echt mooi. Die heb ik hem gestuurd. En toen heeft zij daar een soort van haar versie op gemaakt. Dus vanavond gaan we. Just being creative and having fun. Dat is het belangrijkste. We kunnen nog altijd een gekke moodboard Tony doen. En we kunnen het ook gewoon, we kunnen in the moment ook gewoon. Daarom. Ik hou me niet echt altijd echt vast aan één look toch? Of zo. Nee, ik ben echt benieuwd. Ja, easy. Because the girl is talented, girls. Nou, jij. Loki ben ik bang. Waarom? Omdat jij ook gewoon reet goed kan afmaken. Ja. Oh, thank you. Nee, girl, we gaan het doen. Komt goed. I'm excited. We hebben kapot van foto's gemaakt, maar ik ben helemaal vergeten om die look net te laten zien met de lippen. Ah, ja. Oké, wacht, laat het even slaan. Guys, look at this. It's a fucking look. And guess who did that? Period. You did that. She did that. Oh my god. Well, thank you, love. Thank you. Ik ben kapot. It's the time of the month. My own body is trying to kill me. Oh, ik ga stuk elke keer als mensen langs lopen en ik moet me tegen mijn camera aan het praten en dan zie je mensen echt. Het is tijd van de maand. Erg hormonaal. Het is me nu echt aan het inhalen. Maar I had shit to do, so I cannot take rest. Ik weet het. Ik moet voor mezelf zorgen. Ik ben degene die het hardst roept. Maar soms heb je gewoon dingen te doen. Dus ik probeer de kleine momenten te pakken voor mezelf. Om die self-care te doen. Want dat is wel belangrijk. Maar ja, we hebben allemaal onze verplichtingen en onze verantwoordelijkheden. Dus het is niet altijd. Het is gewoon niet realistisch. Je toch? Take a day off, soms. Gisteravond kon ik thuis blijven, maar. Nee. My bestie is morgen jarig. En dat viert zij nu alvast door met Vee. Naar een hotel te gaan, een massage te pakken. En weet ik veel wat ze allemaal gaan doen, die smeerlappen. Dus ik ga naar
hun toe. Want ik ga daar slapen. Want ik ga op mijn boyfriend passen. Mushi. Mushi is echt my bestie. Letterlijk. Hij wordt zo excited elke keer als ik binnenkom. En het maakt mijn hart zo gelukkig. Letterlijk vanaf dag 1. Als je mijn vlogs kijkt, you've seen it. Je hebt letterlijk mijn allereerste ontmoeting met Mushi heb je dan gezien. The fucking cutest. In ieder geval, ik ga er nu heen. Ik heb mijn favoriete iced tea. En ik heb mijn favoriete chocolade, witte chocolade van Albert Heijn. I love this. Lekker rijden en ik moet wel aan de slag straks. Ik moet wel editen, maar dat komt goed. En morgen.